begin van het seizoen had ik nog wel eens dat ik dan een wedstrijd had en dat ik de tegenstander zag en dacht, wow, ja, die is echt goed, die ziet er echt sterk uit. En nu sta ik er zelf en denk ik, ja, ik zie er zelf heel sterk uit en ik ben zelf goed. Dus dat is wel een switch die is gekomen dit seizoen. Mijn specialiteit zijn overnames. Dus niet mijn eigen worp, maar eigenlijk dat de tegenstander zet een worp in en die neem ik over, waardoor het punt voor mij is. Ik ben heel statisch eigenlijk en dat kenmerkt ook mijn judo. En ja, daar win ik toch wel mee met die manier van judo. Nou, ik ga een armklem voordoen, waarbij ik dus deze arm los moet hebben en er een elleboog gaat overstrekken, waardoor ze af gaat tikken, want anders breekt ze de arm. En dan heb ik gewonnen. Daar heb je allemaal verschillende trucjes voor. Zorg hiervoor dat er een gat komt. Hier ga ik een klem maken op haar elleboog, waardoor ze los gaat laten. Tegelijkertijd breng ik haar pols een beetje in een benauwde positie, waardoor het pijn gaat doen en ze loslaat. En ik de arm kan overstrekken. En dan heb ik gewonnen. Ja, bij judo is het ook, uiteindelijk moet je iemand op de rug hebben, maar je hebt zoveel manieren om daar te komen. En ja, je bent niet uitgeleerd. Het is gewoon stoeien voor grote mensen, dat is ook leuk. Sorry. Ja, ik heb eigenlijk alles voor over gewoon om te zeggen, ik doe er alles voor. Ik heb mijn studie ook op een lage pitje staan nu. Dus daar loop ik wat studievertraging bij op. En ja, daar heb ik er gewoon voor over om uiteindelijk het doel te halen. 8, 9 en we hebben het.